Nou, we zijn hier bij de Opa Biep en we gaan vandaag een mevrouw Emma interviewen. Kom maar mee. Wat vind je het leukste boek? Het leukste boek? Oeh, dat is een hele moeilijke vraag, want er zijn zoveel mooie boeken, hè? Mijn lievelingsboek is nu wel... Ik zie hem eigenlijk daar staan. Een hele mooie dichtbundel van Hans en Monique Hagen. Nooit denk ik aan niets. Met heel veel mooie gedichten. Over wat gaat het verhaal? Nou, het is een dichtbundel, dus er staan allemaal verschillende gedichten in. Over bijvoorbeeld de liefde. Of over varen. Of een zweefmolen. Echt over van alles en nog wat. Heel erg mooi. Oké, wat vind je het makkelijkst hier? Het makkelijkste vind ik hier de boeken opruimen in de kast. Want die weet ik eigenlijk met mijn ogen dicht nu wel te vinden. En waarom werkt u hier? Ik hou heel erg van lezen. Ik ben echt een boekenworm. En ik hou heel erg van kinderboeken. En dit is een kinderbibliotheek. Dus daarom vind ik het heel leuk om hier te werken. Ik vind het wel moeilijk om te plannen. Dus dat je allerlei verschillende groepen... En moet inplannen en dat alles dan op een goede manier wel loopt in de bibliotheek. Leg ik dat een beetje duidelijk uit? Ja. Ja, ongelukkig. Wat is de drukste dag? De drukste dag is de woensdagmiddag, want dan zijn heel veel kinderen net even wat eerder uit. Veel papa's en mama's zijn vrij, dus dan komen ze vaak naar de bibliotheek. Oh, hoeveel mensen komen hier per dag? Nou gemiddeld rond de 300 mensen. Oké, en kun je hier nog meer doen dan lezen? Ja, je kan hier veel meer doen. Je kan nu kleuren tekenen. Er is een CineKid App Lab met iPads waar je allemaal games op kan doen. Je kan op de computers huiswerk maken. Soms staat de PlayStation aan die hierachter staat. En huiswerk maken, gewoon aan de tafels, dat kan ook. Dit was een heel leuk gesprek met Emma. Leuk dat jullie hebben gekeken. Tot de volgende keer. Dag!